Een hele goede morgen allemaal. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Deze week heb ik mijn toetsweek en ik neem jullie gezellig mee. Ik begin de maandagochtend met mijn wiskunde leren, want ik heb strakjes wiskunde en Franse literatuur. Gelukkig heb ik dit weekend al best veel kunnen leren voor die twee. Doe alvast een duimpje omhoog en laten we snel beginnen. Oké, jongens, ik heb net mijn toetsen gehad. Frans was echt best wel makkelijk, want de vragen die we kregen was letterlijk ons huiswerk waar we ook de antwoorden van hebben gehad. We hadden ook nog vragen over ander stukje en die wist ik niet allemaal. Maar ik denk wel dat het goed gaat komen. En wiskunde, ik denk sowieso wel voldoende. Ik weet niet of het een hoge voldoende is, want de laatste vraag had ik sowieso niet. En ik heb nog wel een paar foutjes gemaakt, maar over het algemeen prima gevoel erbij. Ik heb nu lekker een stukje Tony Chocolony. En ik ga nu beginnen met leren voor Engels, want ik heb morgen mijn mondeling en maatschappij. Het is ondertussen 6 uur geweest. Ik ga nu eten. Ik heb eigenlijk de hele tijd gewoon gewerkt aan Engels. Want ik dacht, ik doe dat eerst en dat moet ik namelijk ook leren. Want ik moet eerst die tekst schrijven en daarna moet ik die tekst leren. Ik dacht, ik doe eerst de tekst schrijven, daarna doe ik maatschappij leren en daarna Engels leren. Dan verdeel ik het nog wel een soort van een beetje. Maar ik ga nu in ieder geval lekker eten en dan vind ik heel fijn eventjes pauze. Goedenavond, het is ondertussen bijna 9:30. Ik ben bezig nog steeds met Engels. Ik heb mijn tekst denk ik bijna af. Alleen, ik heb gewoon dat ik best wel snel praat, dus ik moet altijd meer schrijven dan... Ja, eigenlijk omdat ik gewoon alles tijd te weinig heb, zeg maar. Ik heb, zoals je ziet, wel een bril opgedaan, want ik kreeg best wel hoofdpijn van het ook zo blauwe licht. Ik had dat eerst heel erg, tegenwoordig eigenlijk bijna nooit meer. Maar soms wel als ik heel lang bij een schermpje zit en het helpt al wel een beetje, dus dat is fijn. Het is ondertussen 10 uur en ik kan gewoon niet meer, mijn hersenen zitten vol en ik heb de tekst af. En dat kun je soort van best op automatische piloot doen, maar nu moet ik het gaan leren en ik kan gewoon... Ik heb gewoon geen informatie meer bij. Dus ik ga morgen gewoon lekker weer vroeg te werk zitten. En dan verder met Engels. En ik heb pas eerst maatschappij leer. Dus dat ga ik dan ook gewoon een beetje doen. Maar echt focus op Engels. Want ik ken het gewoon nog echt niet goed. Maar ik ga nu in ieder geval lekker slapen. Mijn kamer is echt heel erg troep. Maar ja, het komt later wel. Eerst lekker. Ik ben even naar beneden geweest om even wat eten te halen. Rijstwafels met pindakaas. Maar opeens zit er dan weer zo'n vrouw in onze woonkamer die ik dan niet ken. En dan kom ik aan in mijn huispak en dan ben ik echt van hoi. Ja, in mijn haar niet gedaan, maar maakt het niet uit. Ik heb ongeveer denk ik nu een kwart van de presentatie. De grond is iets leger gemaakt, want ik gebruikte dat gewoon als pauze om even op te ruimen. En ik heb net nog even maatschappij doorgelezen. We hebben dus eigenlijk gewoon maar 1 hoofdstuk en op zich denk ik wel dat het goed gaat komen. En dit is alles wat ik moet leren voor mijn presentatie, dat is best wel veel. Ik kan op zich wel gewoon alles vertellen, maar soms vergeet ik iets of vergeet ik een beetje de structuur. Dus ik hoop dat dat goed gaat komen, maar ik heb nog wel eventjes. Ik ga nu in ieder geval lekker lunchen. We hebben ook lekkere broodjes. Lekker, lekker. Ik hoop dat ik genoeg heb geoefend. Het is de tijd van de waarheid. Wacht, een moment. Ik weet niet hoe je dat zegt. In ieder geval, ik moet eerst sowieso maatschappij maken. Ik hoop dat dat goed gaat. En daarna heb ik Engels en ik ben een beetje schenuwachtig, want ik wil het gewoon graag goed doen en... Maar ik hoop dat het goed komt. Oké, jongens. Ik ben weer terug en ik heb weer de nodige verhalen. Ik heb trouwens ondertussen paprika. Ik ben al op de gezonde tour vandaag. Ook cocoa chocolade, maar dat maakt niet uit. In ieder geval, ik had eerst mijn maatschappijtoets. Het begon er al mee dat er weer een meisje later in de klas kwam. En dat vind ik gewoon zo hinderlijk. Dat moet je gewoon niet doen. Je moet gewoon op tijd komen bij de toets. Ik vind het heel vervelend als ik in de toets zit en er komt nog iemand binnen. En gisteren was hetzelfde meisje dat ook. Dus dat vind ik gewoon echt heel hinderlijk. Dat moet ik als eerste even zeggen. Ten tweede waren de antwoorden van de toets achterop de toets. En niemand had het nog gezien, maar mijn docent zou opeens allemaal omhoog kijken en we gingen ze allemaal weghalen. Maar ja, natuurlijk konden... Hij begon bij mij het weghalen. Ik was als tweede, dus ik heb echt niks kunnen zien. Maar achterin konden ze wel gewoon alles bekijken. Een andere klas had diezelfde toets op hetzelfde moment. En bij hun was dat het ook zo, maar bij hun hadden ze het wel al gezien dat die antwoorden waren. Dus sommigen hebben ze gewoon allemaal letterlijk kunnen overschrijven. Ja, dat was 1 ding.
toen nog mijn Engels mondeling. En dat ging echt super goed. Het eerste heb ik mijn hele presentatie anders gedaan dan ik het had voorbereid. Ik had het echt best vaak gewoon tegen mezelf, zeg maar, lopen te vertellen in de spiegel. En het was altijd wel een beetje dezelfde structuur. Soms week ik iets van af, maar net bij Engels mondeling, het was echt totaal anders. Maar op zich, het verhaal klopte nog wel, dus dat was prima. En daarna moesten we nog 5 minuten erover doorpraten. En toen nog 10 minuten over een stelling. En dat ging eigenlijk gewoon best wel goed. En ze was heel complimenteus. Dus ik denk wel dat ik daar goed cijfer voor krijg, want ze was echt heel positief. Terwijl vorig jaar was mijn Engels mondeling misschien een 6 of een 7 had ik volgens mij. Maar dit ging echt heel goed. En nu ga ik leren, want morgen heb ik geen toetsen. Morgen ben ik de hele dag vrij. Maar donderdag heb ik geschiedenis en economie. En voor geschiedenis moet ik echt heel veel kenmerkende aspecten kennen. En voor economie moet ik natuurlijk ook gewoon veel leren. En voor geschiedenis ook nog andere stof. Dus, lang verhaal. Maar ik ga weer leren, zoals ik deze hele week aan het doen ben. Jongens, ik heb weer een verhaal. Ik wil gaan leren, ja. Opeens staat er een auto voor de deur. En mijn moeder roept mij. En het was van rijschool. Ik had vandaag om 4 uur een belafspraak met die rijschool. Ik snapte al niet waarover ze wilden bellen, maar ik dacht, ja, prima. Want ik wil binnenkort gaan beginnen met lessen. Die man had het dus verkeerd begrepen en dacht dat het in plaats van een belafspraak een echte afspraak was. Terwijl hij had gevraagd om afspraak om te bellen, dus het was niet mijn fout. En toen stond hij opeens voor de deur, dus zei hij van ja, ik ben er nu, stap maar gewoon in als je wilt. En komt het uit en nou ja, ik moest eigenlijk leren, maar ik vond het ook zo zielig, weet je wel, als hij dan hier stond. Dus ik heb net voor het eerst auto gereden. Ja, het was wel leuk eigenlijk. Het was, ja, ik hoefde niet alles te doen natuurlijk, maar ik moest wel gewoon sturen en schakelen en gas geven, maar niet remmen. En hij let wat meer op het verkeer, daar was ik niet heel erg mee bezig, maar het was wel leuk en uurtje weg geweest, toen gegeten en nu ben ik weer op mijn kamer. Maar ik heb dus zojuist mijn eerste rijles ooit gehad. Oké, jongens, er is nog een verhaal. Ik ga hierna weer beginnen met leren, maar er kwam net een melding van Ticketswap. En ik heb net 2 tickets gekocht voor Broederliefde. En daar heb ik nu al zin in. Ik was helemaal vergeten dat het concert kwam. Het is in Utrecht. En ja, er kwam een melding en ik dacht, doen. Dus ik ga zo met mijn vriend naar Broederliefde. En nu ga ik weer leren. Ja. Oké, uiteindelijk heb ik niks meer gedaan voor school. Maar ik ga nu volleyballen. Ik moet even een short zoeken. En dat is ook wel fijn, want even afleiding. En daarna is mijn vriend er. Dus ja, morgen wordt leren. En dan is mijn vriend er ook. Dus ik hoop dat dat goed gaat. Maar het komt wel eens goed. Ik ga nu lekker sporten. En daar heb ik ook echt zin in. Goedemorgen. Vandaag weer een nieuwe dag. Ik ga nu geschiedenis leren en economie. Ik heb gisteren niks meer kunnen doen door mijn spontane autorijles en training. Dus vandaag moet alles gebeuren, maar het komt wel goed. Laten we snel gaan beginnen. Oké, jongens. Ik ben net terug van mijn toetsen. Ik had geschiedenis en economie. En economie was echt lastig toets. Maar sowieso vond ik niet dat er werd gevraagd of we hadden geleerd. We moesten opeens allemaal berekeningen doen die echt niet in het boek stonden. Dus dat vond ik een beetje raar. Maar geschiedenis ging op zich wel goed. We moesten heel veel kenmerkende aspecten leren. Maar er werden ook heel veel gevraagd. En gelukkig had ik ze last minute nog best wel goed geleerd. Dus ik denk wel dat de geschiedenis op zich een goed cijfer is, maar economie, ik weet echt niet, want ik heb echt al die berekeningen fout. Terwijl normaal ben ik goed in economie, maar er werden echt gewoon dingen gevraagd die ik niet had geleerd. Oké, jongens, ik ben niet meer in Ede, ik ben bij Joris. Maar jullie hebben het vast wel gezien hoor, zelf. Maar kijk eens, het sneeuwt gewoon. En vandaag ben ik dus de hele dag vrij, want ik heb geen toetsen, dus ik ben bij mijn vriend, maar ik ga straks terug, want ik moet even video filmen en nog leren voor maandag. Maar het sneeuwt gewoon. Kijk jongens, het is helemaal wit. Ik ben ondertussen weer terug in Ede en ik heb net een haarstelling video opgenomen. En dit is de laatste die erin zit en ik ga nu pannenkoek eten. Hier ligt alleen helaas geen sneeuw. Het had wel blijkbaar vanochtend gesneeuwd, maar dat heb ik niet meer gezien. Want toen ik hier aankwam was alles al weggesmolten. Maar we gaan nu lekker pannenkoeken eten. Ik heb net lekker gegeten en ik ga nu weer leren, want dit is en blijft een toetsweekvlog. En ik heb
maandag nog 2 toetsen. Dus die moet ik eerst nog even goed leren. En daarna kan ik pas echt het weekend ingaan. Ik begon eigenlijk met leren om 6 uur. En toen begon ik uiteindelijk met leren om 6:30. Het is nu ondertussen volgens mij 9:15 of zo. En ik heb nu pas Nederlands helemaal doorgelezen. Het waren echt maar 10 paragrafen. En dat is echt veel te lang, want dat kon echt veel sneller. En ik heb gewoon zo'n slechte concentratie. Ik zit telkens weer achter mijn telefoon. Ik heb daar eigenlijk de hele toetsweek geen last van gehad. Maar vandaag is het wel echt heel erg. Ik lees die tekst, dus het komt niet binnen. En dan raak ik weer afgeleid. En dan, ja, het gaat vandaag niet heel goed met leren. Ik ga nu even editen. Ik hoop dat dat beter gaat. En ik moet morgen heel vroeg een wedstrijd fluiten. Dus ik ga niet te laat slapen. Maar ik hoop wel dat ik nog even die video kan editen, want anders moet ik dat ook weer dit weekend gaan doen. Oké, mensen, het is ondertussen maandagmiddag. Ik heb mijn laatste toetsen van de toetsweek gehad. Ik had vandaag Nederlands en aardrijkskunde. En Nederlands ging eigenlijk gewoon best wel goed. En aardrijkskunde matig, maar op zich denk ik wel voldoende. Maar we gaan het gewoon zelf zien. Ik heb mijn eerste cijfer al terug. Ik heb een 7,4 voor maatschappij. Ik ben best wel benieuwd wat andere mensen hebben die echt heel veel hebben kunnen afkijken. Maar dat hoor ik vanzelf al morgen op school. Ik zal andere cijfers die ik nog krijg in de beschrijving zetten. Maar ik ga er niet op wachten omdat sommige docenten gewoon best wel langzaam zijn. Dus ik sluit bij deze de video af. Bedankt voor het kijken in ieder geval. Heel erg leuk dat je tot het einde hebt gekeken. Laat vooral hieronder weten of je een toetsweek had en hoe die is gegaan. En dan zie ik jullie hopelijk snel weer bij een nieuwe video. Doeg! We started out Freddie and Daphne, so good that it felt like a trap to me. The girl on my dream like a fantasy, but we've been caught out in reality.